In deze video leer je over het ontstaan en de geschiedenis van de islam. Het is natuurlijk niet mogelijk om de hele geschiedenis van de islam in één enkele video te behandelen. Daarom bespreken we alleen de hoofdlijnen van het ontstaan van de islam. Hiervoor moeten we eerst afreizen naar Saoedi-Arabië. Daar leefden in de 7e eeuw na Christus Arabische stammen die in verschillende goden geloofden. Hier leefden ook kleine groepen Joden en christenen die maar in één god geloofden. En de stammen onderling maakten veel ruzie, maar ze dreven ook handel met elkaar. Heel veel handelsroutes liepen langs de stad Mekka, waardoor het erg druk was in die stad. De doortrekkende handelaren bezochten daar ook de Kaaba, om één van de honderden beelden van verschillende Arabische goden te vereren. De plaatselijke machthebber vond het wel prima, zij verdiende veel geld aan al die bezoekers. Mekka was dus al een belangrijke plaats in de Arabische wereld voordat de islam ontstond. Rond het jaar 570 was dit ook de geboorteplaats van Mohammed. Mohammed werd opgevoed door zijn oom, omdat zijn vader en moeder allebei waren overleden. Hij werd net als zijn oom koopman, oftewel handelaar. Als koopman reisde Mohammed veel en zag hij wat er allemaal mis was in de wereld. Mensen die heel arm waren en rijke mensen die alleen aan zichzelf dachten. Stammen die onderling veel ruzie maakten en mensen die allemaal verschillende goden vereerden. Mohammed ging vaak de bergen in om rustig te kunnen nadenken en te bidden. In het jaar 16 verscheen de engel Gabriel aan Mohammed. Die vertelde hem dat Allah Mohammed had uitgekozen als boodschapper. Allah vertelde via de engel Gabriel hoe de mensen moesten leven. Ze moesten ophouden met het aanbidden van allerlei verschillende goden en accepteren dat er maar één ware God is, Allah. Het luisteren naar Allah en accepteren dat Hij de enige God is, verklaart het gebruik van het woord islam. Islam komt uit het Arabisch en betekent overgave aan de wil en wetten van Allah. Mohammed vertelde de inwoners van Mekka over deze boodschap. En hij kreeg later nog veel meer boodschappen van Allah. Iemand die de boodschap van Allah doorgeeft, wordt een profeet genoemd. Mohammed was dus een profeet. De mensen die Mohammed geloofden, werden de eerste moslims. Het woord moslim is Arabisch en betekent letterlijk iemand die zich overgeeft aan Allah. Vanwege het geloof in één God is de islam, net als het christendom en het jodendom, een monotheïstische religie. Maar de machthebbers in Mekka waren niet blij met de boodschap van Mohammed. De mensen moesten niet naar Allah luisteren, maar naar hen. Vanwege dit conflict ging Mohammed met zijn volgelingen in het jaar 622 naar de stad Medina. Dat jaar wordt ook beschouwd als het begin van de islamitische jaartelling. Vanuit Medina begon Mohammed met zijn volgelingen de islamitisch-Arabische wereld te veroveren. Het verspreiden van de islam wordt de heilige oorlog jihad genoemd. Jihad betekent de verplichting om het geloof te verspreiden. Christenen en Joden mochten hun eigen geloof behouden omdat ze geloofden in dezelfde God als de moslims. Maar dan moesten ze wel een speciale belasting betalen. In het jaar 632 na Christus sterft Mohammed in Medina en wordt er een nieuwe moslimleider, een kalief, gekozen. Door verschil van mening over de opvolging van Mohammed ontstaan er twee stromingen binnen de islam, de Soenieten en de Shiïten. Bij de Soenieten hoeft de nieuwe leider geen directe afstammeling van Mohammed te zijn. De Shiïten denken daar anders over. De nieuwe leider moet een directe afstammeling van Mohammed zijn. In dit geval was dat zijn neef Ali. Die splitsing tussen de twee hoofdstromen heeft helaas ook tot onderlinge ruzie en oorlog geleid. Van alle moslims op de wereld is op dit moment 80 tot 90% soenitisch.
De opvolgers van Mohammed, de kalifen, breiden na de dood van Mohammed het Arabische Rijk flink uit. En op deze kaart zie je hoe de verspreiding van de islam uiteindelijk is verlopen. Dan gaan we naar het heilige boek van de moslims, de Koran. De woorden van Mohammed zijn door vrienden opgeschreven en jaren later gebundeld in het heilige boek van de moslims, de Koran. In de Koran staan alle leefregels waaraan je moet voldoen om een goede gelovige te zijn. Belangrijke leefregels voor moslims zijn de vijf zuilen, een belangrijk onderdeel. De eerste zuil is Shahada. Daarbij verklaar je dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is. De tweede zuil is Salat, bidden. Moslims moeten 5 keer per dag bidden met hun gezicht naar Mekka. Dat is de meest heilige plaats in de islam. Bidden mag een moslim overal doen, maar het liefst in een moskee. Bij binnenkomst moet een moslim eerst de schoenen uitdoen en zich volgens een vast ritueel wassen of reinigen. De leider van de moskee heet imam, wat letterlijk leiderschap betekent. De derde zuil is saum. Dat is de jaarlijks verplichte periode van vasten. Vasten betekent niet eten of drinken. Dat is ook wel bekend als Ramadan. De moslims voelen en tonen hiermee verbondenheid met arme en hongerige mensen op de wereld. Tijdens de Ramadan mogen moslims ook niet kwaadspreken of vloeken. De vierde zuil is zakat. Hierbij geef je een deel van je geld aan goede doelen. En de vijfde en laatste zuil is de hajj. Elke moslim moet minstens 1 keer in zijn leven een pelgrimstocht maken naar Mekka. Daar staat op het binnenplein van de grote moskee de Kaaba. De Kaaba is sinds het jaar 630 een islamitisch heiligdom. Die beelden van Arabische goden staan daar dus niet meer. Moslims die op bedevaart gaan, moeten onder andere 7 keer een rondje lopen om de Kaaba. Hier zie je dat gebeuren. Nou, we geven hier nog even een korte samenvatting van gebeurtenissen en begrippen die in deze video besproken zijn. Lees ze nog eens op je gemak door. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot een volgende video van het Leerkanaal.